Hallo allemaal, gezellig dat jullie er weer even zijn. Gezellig dat ik er weer even ben. Leuk als je dit kijkt in de herhaling of live. Kan natuurlijk allebei. Ik ben Iris en ik ben het gezicht van een mooi gebaar voor de mensen die nieuw zijn en mij nog niet kennen. Er komen nog steeds wel eens nieuwe volgers bij, dus ik denk ik stel mezelf nog eens even voor. Ik ben lekker aan het werk vandaag. Ik heb allerlei dingen voor jullie gedaan, klaargezet. En nu ben ik even aan het wachten tot er allemaal dingen staan te bufferen en downloaden en andere saaie dingen. Dus ik dacht, ik kom even live, dan klets ik even lekker tegen jullie aan. En als ik dan straks klaar ben met kletsen, dan zijn ineens al die saaie buffer download dingen ook klaar. En dan kan ik weer lekker verder met werken. Er wordt hallo gezegd, leuk dat jullie er zijn, leuk dat jullie kijken. Er komen een heleboel mensen komen er kijken, wat gezellig. Ik hoop dat jullie allemaal in goede gezondheid lekker kijken. En anders hoop ik dat ik je fijn kan afleiden. Ik ben hier een zeshoekje aan het haken wat een vestje wordt. Het is nog erg klein voor in de babycursus. Wordt heel schattig. Met durable socks. Heb ik nog nooit mee gehaakt, maar tot nu toe haakt het wel lekker. Ik ben eens wat nieuwe garens aan het uitproberen. Dat helpt natuurlijk. Hoi hoi allemaal. Nou, wordt gezegd hij doet het niet, maar er zijn toch ook mensen die wel hoi zeggen. Dus ik denk dat er iets het wel doet. Soms helpt het om even uit te loggen en weer in te loggen. Of even de app dicht te gooien en de app weer open te gooien. Dan helpt soms. Ik weet niet waarom. Het is net als met de stekker, hè? Zit de stekker er wel in? Beetje zoiets. Tot zover mijn goede advies. Nou, ik heb vanmorgen alles helemaal nog een keer nagelopen en gecheckt dat de babycursus helemaal klaar staat. Dus die kan gekocht worden voor de mensen die dat willen. Dit weekend is die nog in de aanbieding. En daarna wordt die de gewone prijs van €19,95. Wat ik nog steeds denk dat een goede prijs is hoor. Voor een babycursus met 10 of meer haakpatronen erin. En allemaal video's en dat soort dingen. Voor de mensen die abonnee zijn, die hoeven natuurlijk niet te betalen. Als je abonnee wil worden, kan dat natuurlijk ook. Ook hartstikke leuk. En de cursus begint 15 februari. En dan krijgen we elke week op dinsdagochtend een haakpatroon. Nou, dinsdagochtend voelt misschien voor de meeste mensen niet zo logisch. Maar ik heb nu in ieder geval nog, totdat ik met verlof ga, op dinsdag en woensdag mijn werkdagen. Dus door op dinsdagochtend het nieuwe deel uit te brengen, heb ik zoveel mogelijk tijd aan de achterkant om mensen te helpen en vragen te beantwoorden. En eventueel, als er foutjes gemeld worden, te checken of er ook echt foutjes in zitten en dat soort dingen te doen. Dus ondanks dat het misschien logischer voelt om bijvoorbeeld op een maandag of op een vrijdag te doen, komt die dinsdag daar vandaan. Ik heb op dinsdag en woensdag hier een gasthouder in huis, waardoor ik net even iets meer bewegingsruimte heb om jullie te helpen. Betekent wel dat de babycursus ook voor een deel in mijn verlof valt. Maar niet getreurd. Alles wordt gewoon op tijd ingepland. Alles loopt gewoon door. Dus ook als ik 2 weken eerder beval of zo, dan in principe loopt alles gewoon door. En er zijn wat lieve mensen die mij op de achtergrond helpen, leren helpen. Die dan ook toegang hebben tot bijvoorbeeld de Facebook groepspagina. En je daar ook verder kunnen helpen. De echte technische dingen zal ik zelf moeten oplossen. Maar de haakproblemen die kunnen jullie ook heel goed onderling oplossen. Met dus een paar hele lieve mensen die mij daarbij willen helpen. Super fijn. Dan kan ik genieten van de kleine spruit die hier geboren wordt. Ergens de komende tijd. Ik heb nog even hoor. Ik hoef niet nu al zenuwachtig te worden als ik even een keer een paar uurtjes niet online ben. Maar ik probeer wel zo langzamerhand een heel klein beetje af te bouwen. Al vind ik het zo tegen jullie aankletsen wel heel gezellig. Dus dat blijf ik doen. Maar heel veel van de websitesnelheid verbeter dingen en zo, die laat ik even een beetje voor wat het is. Ik weet dat het allemaal nog steeds sneller kan. Maar ik weet niet zo goed hoe. Dus al dat soort technisch gesleutel, dat laat ik nu maar even voor wat het is. Ik ben vooral lekker aan het haken. Er zijn allerlei projecten die ik al deels heb gefilmd. Zodat jullie er voor de cursus mee aan de slag kunnen. Maar waarvan ik nog niet het eindresultaat kan laten zien. En dat is toch eigenlijk wel heel leuk als je ook een eindresultaat hebt. Of waarvan ik bijvoorbeeld nog niet de rand kan laten zien. Omdat het deken nog niet af is. Nou, dus daar ben ik nog lekker mee bezig. Heel veel aan het haken daardoor. En ook aan het filmen en aan het editen. En soms kom ik tijdens het haken nog steken tegen die nog niet in de steekotheek staan van het clubabonnement. En dat is natuurlijk ook leuk om daar filmpjes van te maken. Dus vandaag wordt daar bijvoorbeeld het staande stokje aan toegevoegd en het 3 stokjes cluster. En zo doe ik steeds als ik een steek tegenkom waarvan ik denk, hey, die mis nog in het clubabonnement. Dan maak ik daar een filmpje van en dan voeg ik die toe, zodat dat een zo compleet mogelijk overzicht is. Echt een encyclopedie van haak, steken en technieken.
Ik ben nu bezig met een hexagon vestje. Een zeshoekt vestje. Maar ik ben pas net begonnen en het is vrij dun garen, dus dat gaat nog even duren. Ik heb daar de instructies net voor gefilmd, dus dat is in ieder geval fijn voor het begin. En nou moet ik dus zelf lekker aan de slag totdat hij ongeveer groot genoeg is voor een pasgeboren babytje. En dan kan ik verder met de volgende stappen uitleggen. Dus nu zit er gewoon weer even een stukje haken in. En dat is heerlijk. Als ik zou moeten gokken, dan is maar 5% van mijn werkdag is haken. En weinig, hè? Maar ja, wordt denk ik heel leuk. Ik was al aan zo'n vestje begonnen van wat dikker Amigo acryl. Dus deze ga ik afmaken in een wat grotere maat. En ik ben nu begonnen met durable socks in een brik kleur. Zodat ik dat een beetje kan vergelijken. Ook een beetje op kan schrijven van zoveel toeren heb je ongeveer nodig. Het idee namelijk van de babycursus is dat je hem zoveel mogelijk met je eigen materialen en je eigen kleuren kan maken. Omdat ik mensen niet wil verplichten om hele dure garens te kopen of zo. Of per se een bepaald pakket te moeten hebben. Misschien zitten er namelijk ook wel patronen tussen die je niet zo leuk vindt. Of misschien heb je blauw wel als lievelingskleur. En ik heb in deze cursus bijna geen blauw. Dus dat laat ik lekker helemaal aan jullie. Maar ik probeer dus wel een beetje ideeën te geven. Goh, als je dan met dit materiaal haakt, dan heb je ongeveer zoveel nodig. Of dan wordt het ongeveer zo groot. Ik leg daarbij vooral in de video's steeds uit waarom ik bepaalde keuzes maak. Dus als je er met alleen de PDF in de babycursus niet uitkomt, kijk dan even naar de video. Want daar zit er soms logische uitleg in die veel moeilijker is om helemaal uit te typen. En veel makkelijker is om gewoon even te laten zien. Dus vandaar. Babycursus doen inmiddels volgens mij 13 of 14 mensen in ieder geval al aan mee. Dus dat is altijd heel erg leuk als ik zoiets online gooi en dan zijn de mensen enthousiast. Dan word ik daar ook weer extra enthousiast voor van. Dan daar word ik blij van. Als je naar club.mooigewaar.nl gaat, dan krijg je een linkje waar je op kunt klikken om te bestellen. Er zijn nu ook allerlei andere dingen daarbij in de aanbieding. Als je de babycursus koopt, kun je ook de opnames van alle workshops vrij goedkoop bijbestellen. En je kunt de vesthakencursus met korting bijbestellen. En je kunt zelfs een jaarabonnement kopen in plaats van al die andere dingen voor een, ik denk, hele mooie prijs. Tot zover dit verkooppraatje. We hebben een lekker weekend voor de boeg. De kinderen gaan om de beurt logeren. De middelste die logeert vanavond bij een vriendinnetje. De oudste die logeert morgen alleen bij opa en oma. Mijn man gaat lekker een wandeling maken met zijn zus. Dus er zijn allemaal leuke, kleine sociale activiteiten op de planning. We vermijden een beetje grote groepen, ook vanwege mijn zwangerschap. Dat is nu toch wel wat spannender. Ik zit er ook gewoon niet meer zo op te wachten, merk ik. Ik ben toch een beetje aan het huismussen. Dat hoort ook wel een beetje zo bij die laatste weken natuurlijk. Het derde trimester is aangebroken. Dus ik wil vooral lekker een beetje haken en thee drinken. En ik heb net heerlijk in het zonnetje gezeten. Ik weet niet of bij jullie ook de zon schijnt, maar hier hadden we ineens een blauwe lucht. Dus mijn man is helemaal losgegaan met de tuin. Allemaal dingen eruit gehaald. Dus dat is ook echt heel erg fijn. En ja, het is echt weer om even naar buiten te gaan. Ik hoop voor jullie dat dat bij jullie ook zo is. En maak daar dan ook echt even gebruik van. Je weet niet hoeveel grijze weken er nog aankomen. Maar dit was echt even een heerlijke verrassing. En ik zat daar even met een boek in plaats van met een hakenwerk. Het boek heet Jagen, Verzamelen, Opvoeden. Ik heb alleen het voorwoord gelezen hoor, want de kinderen waren ook buiten. Dus dan lees je toch altijd minder dan dat je ergens bedenkt of hoopt. Maar ik ben wel nieuwsgierig naar het boek waar het over gaat. Het gaat heel erg over opvoeden zoals de jager-verzamelaars dat doen. En hoe je daar bepaalde dingen van kunt toepassen in de hedendaagse maatschappij. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dus heerlijk. Lekker vitamine D opdoen buiten allemaal. Daar blijven we gezond van. Of althans, ik weet niet of je er gezond van blijft. Maar slecht is het in ieder geval niet om lekker met je koppetje in de zon te zijn nu. Zo in de winter. Vind ik ook altijd zo leuk aan die Attic 24 projecten die ze zo in januari en februari doet. Die voegen echt zoveel kleur toe aan anders behoorlijk grijze dagen. Dat is heerlijk om dat zo vrijdagochtend even te vertalen voor jullie. Het zijn leuke patronen. De Harbor Call is nu bezig met deel 4 is vanmorgen online gekomen. Staat ook allemaal in de nieuwsbrief. Velen van jullie ontvangen die. Daar deel ik elke week even wat nieuw online gekomen patronen in. Soms deel ik er een overzichtje in van, hey kijk, deze sjaals staan er allemaal op de website of deze tassen. Soms deel ik een boekaanbeveling of een nieuw iets wat bij Caro's Atelier online is gekomen of dat soort dingen. Dat vind je allemaal in de nieuwsbrief.
Mocht je die nog niet krijgen, trek me dan even aan mijn jasje. Dan kan ik je toevoegen aan de e-maillijst. Kijk ook even in je spam als je denkt dat je je al eerder wel op de e-maillijst hebt gezet. Want het nieuwe e-mailprogramma is helaas niet zo goed als het oude e-mailprogramma in uit de spamfilter blijven. Ik baal daar een beetje van. Ik betaal er nu heel veel geld voor. Maar blijkbaar is dat lastig als je heel veel e-mails verstuurt. Ik vind 1 per week wel meevallen, maar het verstuurt natuurlijk wel naar veel mensen tegelijkertijd. Dan kom je bij sommigen blijkbaar toch in de spamfilter terecht. Dat is een beetje balen, maar het is wat het is. En dat zou natuurlijk zonde zijn, zeker als je ook meedoet met een cursus en dan kom dan in je spamfilter terecht. Dan mis je misschien wel leuke meldingen daarvan. Zou jammer zijn. Nou, ik heb mezelf getrakteerd op allerlei dingen deze week. Ik heb 2 nieuwe schapenvachtjes, 1 voor de baby en 1 voor in mijn eigen werkstoel. En we hebben een buitenkookkacheltje besteld. Een soort van vuurkorf waar je ook een pan op kan zetten. Lijkt me echt super leuk voor van het zomer. Als we dan toch niet echt op vakantie kunnen met zo'n kleine baby. Dat we af en toe in het tuintje Vicky kunnen stoken. En lekker op zo'n grote heksenketel wat kunnen koken voor het gezin. Dat lijkt me echt heel erg leuk. Dus... Irma zegt, wat is het netjes achter je. Nou, Irma, dat je dat ziet. Dankjewel, Irma. Het is echt keurig. Kijk, hier staat zo'n bordje met een tekst. Alles kan, alles heeft een prijs. Vind ik een hele mooie tekst. En ik heb hem ook nodig, want ik wil eigenlijk altijd overal ja op zeggen. En als ik zo elke keer geconfronteerd word met... Oh ja, maar wacht, ik kan wel alles willen, maar dan kan er ook iets anders niet, hè? Als ik hier ja tegen zeg, waar zeg ik dan nee tegen? Als ik nu dit gratis patroon ga vertalen, wat kan ik dan niet doen wat ik andere mensen ook wel heb toegezegd al? Dus alles kan, alles heeft een prijs. En alle boeken staan allemaal helemaal netjes naast elkaar. En het kastje daarboven is verder gewoon leeg. Er staat alleen een schilderijtje op. Nou, dat is echt een wonder. Zo georganiseerd is het hier in jaren niet geweest. Mijn bureau kun je gelukkig niet zien, want die is weer ontploft. Zo gaan die dingen bij mij. Wel met allemaal, zeg maar, het ligt aan alle projecten waar ik mee bezig ben. Omdat ik die af moet maken. Dan heb ik een stukje gefilmd. Bijvoorbeeld de deken die Irma... heeft ontworpen voor de babycursus. Die ligt achter mij. Goed uit beeld. Daar moeten allemaal van die vierkante blokken. Ik heb ze al een beetje aan elkaar gezet met steekmarkeerders. Zodat ik steeds weet waar ik ben. Want ik heb natuurlijk wel een beetje een zwangerschapsbrein. Dus ik vergeet de helft de hele tijd. Wordt echt superleuk. Maar daar liggen dus al die bollen die hierbij horen. Die liggen dus een beetje zo op mijn bureau verspreid. Want het uitleggen ervan, dat heb ik nu wel zo'n beetje gedaan. Ik heb uitgelegd hoe je een 2-kleurblok maakt. Ik heb uitgelegd hoe je een 1-kleurblok maakt. Ja, nu is het een kwestie van een heleboel van die blokken maken. Voordat ik de volgende stap kan uitleggen, namelijk hoe zet je ze aan elkaar. Dus niet van alles hoef ik het helemaal te maken. Maar van sommige dingen wel, omdat het dan gewoon het duidelijkste wordt. Dat ik kan laten zien van, hé, nu zo hoort het. Er wordt nog gezegd, het ligt aan de nesteldrang. Dat is wel een beetje waar. Het ligt er ook gewoon aan dat we met straks 4 kinderen in dit huis gewoon betere gewoontes moeten aanleren. Qua dingen weggooien en opruimen. Want als ik het niet goed kan, dan kunnen de kinderen het ook nooit leren. En dan worden we echt zo'n gezin wat je uit moet graven. Want man, oh man, oh man, wat verzamel je een zooi met kleine kinderen in huis. Nou is het wel, deze 4e is de laatste, dus straks als die 4e ook uit de maxicozy is, dan kan de maxicozy uit huis en dan kan de wiegenbak van de kinderwagen uit huis en dan kunnen alle kleine kleertjes uit huis. Dus het is wel, er is misschien hoop aan de horizon. Nu hebben we alles qua kleertjes van maat te vroeg geboren tot 7 jaar in huis. En dat wordt natuurlijk straks minder als die kleintje uit de kleinste dingen groeit, ook qua dat soort dingen. Er wordt gevraagd of het mogelijk is om alleen een patroon van een vestje te kopen. Daar moet ik echt nog even heel diep over nadenken of ik de patronen ook los ga aanbieden. Ik vind namelijk wel echt dat de patronen die in de cursussen zitten, die zijn gewoon echt gemaakt om met video's en zo te bekijken. En ik zou niet zo goed weten wat ik daar los voor zou moeten vragen, regelen, om dat dan als PDF in plaats van als videocursus onderdeel. Ik leg bijvoorbeeld bij het vestje ook uit, goh, waar kun je voor kiezen qua materialen, qua hoeveel lossen, als je het wat gatiger wilt of niet. Hoe meet je op een kledingstuk of het wel of niet gaat passen. Nou ja, allerlei van dat soort dingen leg ik uit. En dat wordt gewoon een beetje moeilijk en magertjes en vervelend ook, vind ik. Ik vind het geen leuk werk om dat duidelijk schrijfbaar in een PDF terug te lezen. Dat je echt aan alleen de PDF genoeg hebt. Dus het is niet uit een soort van gemene gierigheid. Maar het is dat ik het juist, net als met het Granny Vest,
Dan vragen mensen ook van, mag ik daar een PDF van kopen? Maar dat gaat eigenlijk niet, omdat ik heel erg uitleg van hoe pas je hem aan op je eigen maat. En die kun je ook met elk materiaal maken. En dit vestje kun je ook met elk materiaal maken. Dus dat betekent dat er niet één vast patroon is wat ik uit kan schrijven. Ik kan niet zeggen, doe er 1 tot en met 6 en dan ben je klaar. Want als jij garen hebt van 1 mm, dan moet je misschien meer of minder toeren maken dan wanneer je garen hebt voor haaknaal 10. En dat vind ik juist wel het leuke van dit soort projecten, om ze zo divers mogelijk te maken. Dat als je zegt, ja, maar ik heb helemaal geen baby's in mijn omgeving, ik heb wel een leuke 2-jarige waarvoor ik het wil maken, dat dat dan ook kan. Met natuurlijk je eigen creativiteit en je eigen inzet, juist omdat het niet wordt uitgekoud. Vergt het wel wat meer, misschien wat meer nadenken of rekenen of uittekenen of wat dan ook van de mensen die het gaan maken. Maar door die flexibiliteit wil ik eigenlijk niet opgeven, waardoor ik denk dat het geen losse PDF's worden. Plus dat de meeste PDF's in mijn webshop ook 9,95 of 7 of 8 euro zijn en de hele cursus nu maar 9,95 kost. Dus ja, daar schiet je dan waarschijnlijk niet zoveel mee op. Dan zou ik gewoon nu lekker de cursus kopen. Maar een ideetje, hè? Zou ik dan doen. Maar ik hoop dat je vraag een beetje beantwoordt. En Irma zegt, je kunt ook 1 maand clublid worden. Klopt ook. Dat klopt ook. Dat kun je ook doen. Dan moet je alleen wel even bedenken. Want als je 1 maand clublid bent, kun je wel in die ene maand in de cursus. Maar dan moet je even opletten wanneer mensen in de Facebook groepspagina begonnen zijn aan het vestje, want dan weet je of die al in de cursus zit. Dus moet je dat even in de gaten houden. Want ik weet nu nog niet precies in welke week het vestje komt. Ik probeer een leuke mix te maken, dat je niet 3 weken achter elkaar dekens maakt en dan 3 weken achter elkaar accessoires maakt. Want misschien houdt niet iedereen van dekens maken en dan verveel je de eerste 3 weken zo. Dus ik probeer een beetje een mix te maken, maar het ligt er ook een beetje aan wanneer dingen af zijn. En dat heeft soms ook weer te maken met garenleveringen en zo. Dus ik weet wel ongeveer wat ik wil gaan doen, maar ik weet nog niet precies wat in welke week. Ligt er gewoon aan hoe goed het allemaal gaat. Zo zijn die dingen. Dus ik hoop dat dat een duidelijk antwoord was voor degene die het vroeg. Ik weet even niet meer wie het vroeg. Kan ik niet lezen. Nou, het gaat dus best wel snel, dit vestje. Hij is nu al wel 2 keer zo groot als net. Ik dacht dus altijd dat ik heel erg langzaam haakte. Maar ik krijg op die lives steeds een... je gaat zo snel. Dus blijkbaar gaat het toch sneller dan ik dacht. ik zet deze lives trouwens tegenwoordig ook op YouTube. Er werd gevraagd van... Hey, op Facebook vind ik het vervelend. Kun je ze ook ergens anders delen. Dus ja, je kunt ze nu ook op YouTube kijken. Dan kun je er een afspeellijstje van maken. En dan kun je mij als soort van zen-achtergrondgeluid aanzetten. Dus dan... weet je dat. Ik ben nu dit vestje aan het maken met Drops Sok. Socks. Met een Q. Dat is een 75% wol, 25% polyamide garen. Zit 210 meter op 50 gram. Dus het is vrij dun garen. Ik ben er met 3 mm aan het haken. En hij, ik weet die waslabels dus nooit. Ik moet het altijd opzoeken. Maar... het zien. Er staat in ieder geval zo'n 30 ding met een handwas. Maar of dat nou ook betekent dat je hem wel of niet in de wasmachine mag doen, dan moet ik even opzoeken. Kies ik over het algemeen wel voor met babykleding. Maar ik vind wol ook wel weer fijn. Dus nou ja, zoiets. En omdat het een mijn baby een maart-april baby wordt, vond ik iets met polyamide dat het een beetje nog lichter is. Ook wel fijn dat het niet super zwaar wordt. Want dat lijkt me wat warm. En misschien wordt het wel een hele koude maart-april, mei. En dan kan ze hem lang aan. Dus Irma heeft een uitstekend idee. Die zegt 24 uur lang Iris in de herhaling op YouTube. Nou, zoveel staat er nu nog niet op, Irma. Maar als je dit graag droomt, dan maken we het gewoon mogelijk, lieverd. ik moet soms een heel klein beetje lachen met Irma. Oh, zei ik drops? Oh nee, sorry. Gerbil socks. Niet drops socks, maar gerbil socks. Die, dus. Daar... dat ben ik nu mee aan het haken. En die rooi die ik hier heb liggen, die ik denk ook nog wel af ga maken, die is van Hobby Amigo. Dat is dit.
Die is dus veel dikker, dus ik ben het gewoon even aan het uitproberen. Hè? Van hoe wordt het nou? Wordt het dan te stijf of te stug? Hoeveel toeren heb je nodig? Hoe lang ben je dan aan het haken? Vind je dat belangrijk? Hè? Als je nou weet van, goh, ik heb morgen een baby shower en ik heb nog niks bedacht. Dan wil je misschien heel dik garen, want groot stappen snel thuis. En als je denkt, oh, ik heb nog een heel fijn bolletje met haaknaald 1 liggen. Die wil ik graag opmaken. Nou, dan ben je dus wat langer onderweg. Dus dat zijn zo keuzes die je kunt maken. En zo'n hexagonvest is daar eigenlijk heel geschikt voor. Om daar allerlei keuzes in te maken. Ik maak hem wel in 1 kleur. Dat is ermee te maken dat ik, als je hier kleurverschillen in maakt, ik het echt heel raar uit vind zien. Iedereen zijn ding natuurlijk, hè? Begrijp me niet verkeerd. Als je het prachtig vindt met allemaal verschillende kleuren. Alleen je krijgt dan dus... even kijken of ik hem goed gevouwen krijg. Zo halverwege een toer. Als je dit kunt visualiseren, hier komt een arm uit zo. En hier komt een buikje en beentjes zo eronder. En hier komt dus nog een keer zo'nzelfde ding. Dat is eigenlijk een beetje hoe je het... nu verklap ik alles. Hoe je het opzet. Maar als je hier dus kleuren per toer in aanbrengt, dan krijg je dus van die strepen die dan zo onder je... zo over je lijf heen lopen. Ik vind het er een beetje raar uitzien. Misschien is dat mijn eigen afwijking. Dus ik kies er in ieder geval voor om het vestje zelf in 1 kleur te haken. Misschien maak ik de boordjes of een capuchonnetje of iets nog wel met een andere kleur. Om hem net iets meer aan te kleden nog. Aan de andere kant vind ik bij een baby altijd dat de baby zelf zo schattig is. Dus wat mij betreft hoeft een baby niet in een soort van kermisattractie van allerlei verschillende kleuren en opvallende dingen te liggen. Omdat ik juist zo graag naar dat babygezichtje kijk in plaats van naar heel veel extra's op kleding. Dus dat is een persoonlijke voorkeur, maar het kan allemaal wel. En ik leg het allemaal uit in de cursus waar je dan kunt kleurwisselen en zo. Dus. Dat is helemaal leuk. Nou, Christian, gefeliciteerd. Ook voor Sandra. Hartstikke leuk. Ik hoop dat jullie een fijne zwangerschap en bevalling tegemoet gaan. Dat gun ik iedereen. Dat meen ik oprecht. En... ja. Ik weet persoonlijk niet of ik het zelf heel grappig zou vinden als mijn partner zo over mij zou typen, is een vollere vrouw. Denk ik, ze is gewoon een vrouw. Ik weet ook niet, waarom is het belangrijk voor ons? Maar goed, als jij het belangrijk vindt om te melden, Christian, dan mag dat natuurlijk. Mag. Dat is helemaal goed. Voor ons is het het 4e kindje. En het gaat goed met haar. Gisteren lag ze met haar hoofdje omhoog en de billen naar beneden. Maar de week ervoor lag ze met haar hoofdje naar beneden. Dus ze is nog lekker aan het rondduitelen en bartelen. En ze heeft ook nog alle ruimte. Dus dat is heerlijk. Af en toe denk ik wel echt, je bent de boel aan het verbouwen. Maar goed, dat zou dan dus zo'n omdraaiing geweest kunnen zijn. Dus alle vertrouwen dat het helemaal goed gaat komen met ons kleine meisje. En dat ze met wat kleine gehaakte dingetjes in haar wiegje mag liggen. Lijkt me heel gezellig. Ik heb dat bij de eerdere kinderen niet zo gedaan. Ik durfde nog niet zo echt te ontwerpen eerder. Ik vond vooral dekenzaken heel erg leuk. Dus ze hebben wel allemaal een eigen geboortedekentje. En ik heb het geboortekaartje, daar heb ik iets voor gehaakt, voor de foto daarvan. Maar kleding hebben ze eigenlijk alle drie niet aangehad. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Of dat echt lekker zit, leuk wordt, past, dat soort dingen. Zou ik leuk vinden om uit te vinden. Dus dat ben ik zo'n beetje aan het doen. Er is ook een Flora Granny Square online gekomen deze week van Attic24. Dus die zou je nog kunnen bekijken. Een heel schattig bloemetje en dan een granny eromheen. Ik vind hem heel schattig in ieder geval. Ook leuk om restjes mee op te maken. En niet dat je aan Granny Squares gebrek hebt op mijn website. Maar dit is er ook weer gewoon één. Want ik kan niet zo goed nee zeggen, had ik volgens mij al gezegd. veel van de projecten die in de babycursus komen, kun je dus trouwens ook maken voor grotere kinderen of voor jezelf. Er zit ook een mutsje in die je in principe kunt vergroten en voor jezelf kunt maken. Er zitten dekentjes in die je voor jezelf kan maken. Er zit een opbergzak in die je bijvoorbeeld ook kunt gebruiken voor afstandsbedieningen en koekjes bij de televisie of zoiets. Dus je kunt met de projecten, als je zegt van nou, ik wil heel graag meedoen, want ik vind het heel gezellig, maar ik heb geen baby's in mijn omgeving, kun je natuurlijk een goed doel kiezen. De voedselbank of een lokaal tienermoederhuis of een buurvrouw die zwanger is. Maar je kunt een aantal van de projecten ook heel goed aanpassen voor volwassenen of andere doeleinden. Dus dat kun je lekker doen.
Zou ik ook doen als ik jullie was. Want, nou ja, dat helpt mij met mijn zwangerschap. Laat ik ook gewoon eerlijk zijn. Dat helpt mij mijn zwangerschap door, financieel. Als de babycursus gekocht wordt. Het kost me natuurlijk niet meer werk of er 10 mensen meedoen of dat er 100 mensen meedoen, behalve misschien met vragen. Maar ik hoop dat alles gewoon, net zoals bij de kerstgebaar, behoorlijk duidelijk is. Dat mensen gewoon lekker mee kunnen doen zonder dat er tonnen vragen binnenkomen. Al is dat altijd welkom, hè? Als iets onduidelijk is, vraag alsjeblieft. Vraag het ook in de groepspagina, daar krijg je zo snel mogelijk antwoord. Ik zit nou eenmaal niet echt 24 uur per dag in mijn telefoon. Soms voelt het wel een beetje zo. Dus als jullie vragen hebben, stel ze vooral gerust. Maar doe ook vooral lekker mee met de cursus, want dat lijkt me heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd wat voor kleurencombinaties, materialencombinaties jullie weer meekomen. Omdat het patronen echt weer een ander leven geeft. Dan bedenk ik iets en dan denk ik, oh nou, zo ziet het er ongeveer uit. En soms dan geven jullie er een draai aan en dan wordt het zoveel toffer. Ik had bijvoorbeeld met een mooi gebaarkal ook nooit verwacht dat die helemaal in het wit. Maar zoals die gemaakt is die ook echt heel cool. Er hebben ook mensen dingen gedaan met temperaturen en dan een mooi gebaarkal. Of met regenbogen en een mooi gebaarkal. Dus daar was ik zo van onder de indruk van, hey, wat tof wat mensen met mijn patroon, mijn bedenksel kunnen doen. En er dan weer zoiets anders van kunnen maken. Dat lijkt me met haken voor de babycursus ook echt super tof om te zien. En misschien krijg je dan dus ook foto's van allemaal schattige baby's. Met allemaal schattige dingetjes. En ach, hou ik gewoon van. Hou ik gewoon helemaal van. Word ik gewoon heel gelukkig van. Irma heeft meegeholpen met ontwerpen voor de haken voor de babycursus. Super tof. Heel erg bedankt Irma. Leuk dat je er ook even bij bent. En Irma heeft dus inderdaad een hartendeken en een sterrendeken ontworpen. En nog allerlei andere dingen. En die hartendeken en sterrendeken kun je lekker van alles mee doen. Je kunt er een vloerkleed van maken, een bokskleed van maken, een wiegdekentje van maken. Maar zeker ook een tweepersoons sprei van maken als je dat zou willen. En als je het systeem eenmaal door hebt, dan is het vrij eenvoudig om daar zelf iets anders op te bedenken. Of om ons om hulp te vragen dat wij je helpen met er iets anders op te bedenken. Want dat is wel tof. Anja, ook hartstikke leuk als je lid bent van de club en je hebt geen baby's in je omgeving. Er zitten vast dingen tussen die leuk zijn. Hoop ik, denk ik. Het hexagonvest kan dus ook voor volwassenen. Dan wordt hij wel vrij baggy. Maar goed, ja, er zijn echt mensen die dat heel tof staat. Dus dat is helemaal leuk. Gefeliciteerd Irma dat het nieuwe wereldwonder geboren is. Dat is altijd leuk. Dat is toch ook altijd weer spannend. Ik vind het ook echt oprecht altijd een wonder als zo'n kindje weer die oversteek weet te maken van baarmoeder naar buitenwereld. En dat het dan, ja, dat het dan begint of zo. Ik vind dat echt, ja, ik blijf dat een fantastisch proces vinden. Anders had ik ook niet nu mijn vierde, denk ik. Dus allemaal heel erg leuk. Ja, dat zijn zo van die dingen. Dus ik ben lekker nieuwe garens allemaal aan het uitproberen. En een beetje afstappen van de 3 garens die ik normaal het liefst gebruik. En nou, er liggen dus inmiddels wel, ik word er een beetje zenuwachtig van, heel veel onaffe projecten. Omdat er dus, nou ja, dan heb ik de uitleg gedaan. En denk ik, oké, nu moet ik het uitleg van het volgende doen. Want dat is gewoon wel wat het meeste tijd kost. Het filmen ervan, het editen ervan. Maar goed, het uiteindelijk maken en afmaken kost natuurlijk ook tijd. En jullie willen ook weten hoe je zo'n vestje dan mooi in elkaar naait en mooie bordjes er en zo eraan maakt. Dus het is wel belangrijk dat dat ook allemaal afkomt. Nou, duurt het ook natuurlijk ook nog wel even. Ik heb de tijd nog, ik heb een mooie planning gemaakt en dan komt het volgens mij helemaal goed. Ik heb er helemaal vertrouwen in dat het helemaal goed komt. Ik doe gewoon nu zoveel mogelijk en dan komt het goed. Dus ik heb er helemaal zin in. Christian, je hebt denk ik een beetje het verkeerde platform. Ik ben hier voor haken en haakpatronen. En misschien dat Google raad weet. Als je zoekt op 4D Echo, dan kun je met je vrouw vast ergens terecht. Ik heb daar geen verstand van. Ik heb geen 4D Echo laten maken bij alle kinderen niet. En ook bij deze zwangerschap niet. Dus ik durf je daar eigenlijk niks over te zeggen. Ik heb echt geen idee. Mia wil graag granny's laten leren maken. Nou, dat kan, lieve Mia. We gaan er in ieder geval in de cursus leer je er 2, minstens. Eentje met meerdere kleuren en gaatjes. Deze is vrij strak gehaakt omdat het een opbergmandje wordt. Maar er zitten in principe gaatjes tussen. Neem het van mij aan. Heb daar vertrouwen in. En deze is dicht voor als je wat dichtere projecten wil. Dus deze 2 zitten sowieso in de cursus. Die krijg je erbij. En anders staan er voor granny's echt 400 of 450 of misschien wel 500 verschillende granny's op mijn website. Dus je kunt helemaal los als je wil. En stuur me anders even een berichtje als je wil weten waar je ze ongeveer kunt vinden. Want ze staan op wat verschillende plekken, maar dan kun je lekker aan de gang.
Dus, en de corner-to-corner granny zit er inderdaad ook in. Dus je kunt helemaal los met de grannies in de cursus. Hartstikke leuk. Het vosje heeft ook een granny sjaaltje. Heel subtiel. Hou ik van. En dit is eigenlijk ook wel een soort van granny, maar dan een granny chevron. Die zit er ook in. Dus allemaal toffe dingen om te maken. En al doe je maar één ding is het tof. Al doe je ze alle 10 is het natuurlijk nog toffer. Dus ik vind dat super leuk. Ik heb er helemaal zin in. Ik vind jullie ook lief. Ik vind de mensen die dan ook gelijk meteen zeggen, oh ja, dat gaan we doen. Oh, wat leuk. Dat vind ik ook allemaal heel erg tof. Dus het is ook weer Finishing Friday vandaag. Dus wat ga je afmaken? Deel er een foto van in de Facebookgroep. Want dat is heel erg leuk. Dan krijg je een idee. Dan maak je eens wat projecten af. Dan zit je er misschien niet zo bij met 100 projecten om je heen. Dat is misschien wel fijn. Sorry. Pardon. Dus. Nou, mijn renderen, downloaden, rare processen zijn klaar. Dus ik kan lekker de video's nu gaan editen van het drie stokjes cluster en van het staande stokje. Dan kan ik die aan de stekotheek toevoegen, waar club abonnees toegang toe hebben. En ik kan het filmpje van een pentagon gaan toevoegen voor de zachte bal. En ik kan een filmpje van de hexagon gaan toevoegen voor het vestje. Dus zo komt het helemaal goed. Lekker editen en uploaden. En dan begint mijn weekend ook ergens vandaag rond een uur of 5, 6. En dan ga ik er weer een heel fijn weekend van maken. En ik hoop jullie ook. Ik wens jullie een creatief en zonnig weekend toe. Ga lekker naar buiten als het weer goed blijft. Ga ook lekker naar buiten als het weer niet goed is. Frisse lucht is belangrijk, ventilatie is belangrijk. Laat je niet gek maken, zet het nieuws lekker een uurtje uit en pak een haaknaald. Dan komt het volgens mij helemaal goed. En ik vind jullie allemaal lief. Ja, kan ik gewoon zo zeggen, vind ik. Ik vind het gezellig dat jullie dit stukje internet met mij delen. Ik vind het ook eigenlijk altijd gezellig in de groepspagina. Er wordt lief op elkaar gereageerd. Ik hoef niet zo vaak boos op te treden. Mocht ik dat wel moeten, dan doe ik dat trouwens ook gewoon. Ik flik je gewoon de groep uit als ik het ongezellig vind. Dat zou ik in mijn woonkamer immers ook doen. Als iemand hier boel gaat zitten roepen in mijn woonkamer, dan wijs ik hem ook waar de deur is. En digitaal doe ik dat ook. Dus maak je daar geen zorgen over. Ik probeer een veilig, gezellig plekje op de wereld te maken samen met jullie. En nou, volgens mij lukt dat altijd heel erg goed. Heb je vragen, opmerkingen en zo, dan hoor ik die heel graag. En ik zie jullie heel gauw weer terug. Ik denk dat ik dinsdag weer lekker even live ben. Want dan heb ik weer mijn werkdag. Dan is de gastouder er. En dan, dat kletst toch altijd makkelijker dan dat er allemaal kindjes om me heen lopen. Dus op dinsdag kom ik weer even bij jullie terug om lekker te kletsen. En tot die tijd kun je me op allerlei verschillende kanalen zien en volgen. En komen er ook alweer allerlei berichtjes nog online, denk ik. Dus ik wens jullie voor nu een hele fijne vrijdag en een heel fijn